Statistieken tonen aan dat 1 op de 160 kinderen wereldwijd autisme heeft, wat een goede aanleiding is om bewustwording daarover te bevorderen. Autisme kenmerkt zich door beperkingen op het gebied van sociale interactie en non-verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotyp gedragspatroon. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in 2008 om die reden de dag van 2 april uitgeroepen tot Werelddag voor Autismebewustzijn om de aandacht te vestigen op de groeiende behoefte aan innovatieve programma's om mensen met autisme te ondersteunen. Deze dag herinnert aan de uitdagingen waarmee kinderen met autisme en hun families dagelijks worden geconfronteerd vanwege de grote stigma die er nog steeds bestaat. Autisme omvat een breed spectrum van kenmerken en uitdagingen. Het doel van de Verenigde Naties is om conform de duurzame ontwikkelingsdoelen een inclusieve samenleving te creëren waarin mensen met autisme gelijke kansen en ondersteuning krijgen. Met het blijven uitvoeren van verschillende projecten wereldwijd hoopt de Verenigde Naties bewustwording over autisme te blijven bevorderen.